gaan even een kleine kracht workout doen. 3 compound oefeningen en pull-ups bij de ringen. Strict pull-ups. Jurian doet ze nu alvast even voor, achter mij. Hij doet ze helemaal niet voor. Nee, we gaan 3 compound oefeningen doen. 1 is deadliften. 2 is of front squat of back squat. En de andere is bankdrukken. Nou, beginnen we in de voorlichtsteun. Dan gaan we uit naar de downward dog. Andere kant op, upward cut. Dat doen we nog 3 keer. En vervolgens gaat Jeroen verder met de warming-up. Gaat in de squat houding staan. Maak een diepe squat. Vervolgens pak je tenen vast gestrekt. Zet je handen neer. 1 been naar achter. Open de ene kant op. Zet je me neer. Open de andere kant op. Zet je me neer. Voor de steun. 3 push-ups. Andere been naar voren. Openen. Openen. Terug naar de squat. Strekken. Squat. Omhoog. 3 keer. Wow, Niels pakt de eerste oefening. De deadlift. Hij pakt 5 setjes in totaal van 5 herhalingen. Niet normaal. Deadlift gehad, en nu? Ja, we gaan nu pull-ups doen. Of, nou ja, niet pull-ups, chin-ups. Chin-ups en de ringen, ook 5x5. Zijn onderdeel 2. Onderdeel 2 van onze volta aan doen. We hebben net deadlift gedaan. Nu doen we pull-ups. Kijk je uit naar het squatten en het bankdrukken of niet? Ik kijk overal naar uit. Ik vind het machtig mooi. Nice. Kom aan, Huug, pers hem eruit. Kaka. Laat de knons zien dan. Nice. Hier, vind je ervan? Prachtig. Setup, daar lampje, hier wordt het lampje neergezet. Huts, dat je ook in het donker gewoon kan filmen en foto's maken. Ja toch, Tim? Lekker deals, jij bent. Survivor en coaches, yeah baby. Zullen we er nog een? Yes, next up, squats. Yes. Voor je squats zijn zwaar. Ik vind dat maar lastig. Dat is mijn weakness. Dus daar ga ik aan werken. Straks komt bankdrukken, is mijn ding. Ziet er helemaal niet zwaar uit. Voor je. Ah, even een klein gaapje. Ja, denk het. Jouw onderdeel komt nog. Kom nu. We gaan benchen. Ja, we hebben daar een heel klein soort krukje, een soort bankje. Het lachen, want er gaat iemand gewoon achter ons staan. Je geeft het gewicht aan. Je moet improviseren. Dat gaan we doen. Nou Jeroen, dat was hem weer. Zo. Lekker geknald, nog even die bankdruksetjes eruit geknald de laatste oefening. Was een klein beetje improviseren met een bankje, maar we hadden 2 goede maten. En als die je dan spotten en je vertrouwt ze, dan zit het wel goed.